De gemeente Sliedrecht heeft een bijeenkomst georganiseerd waarop inwoners en andere belangstellenden hun mening konden geven over het verkeer en de wegen in het dorp. Het doel van deze bijeenkomst was om te komen tot een verkeersbeleidsplan waarin mogelijkheden worden aangegeven om het verkeer veiliger te maken, beter te laten doorstromen en het leefmilieu te verbeteren. Bij de presentatie vanavond hebben we onder andere gezien dat het de bedoeling is dat we proberen het verkeer in Sliedrecht veiliger te maken. Welke maatregelen moeten volgens u genomen worden om dat te kunnen realiseren? We hebben vanavond gehoord uit de presentatie dat de verkeersveiligheid in Sliedrecht relatief goed is. Het kan natuurlijk altijd nog beter. Maar dat hangt niet alleen af van de inrichting van het wegennet van Sliedrecht. Hangt ook sterk af van het gevoel van de weggebruiker. Indien de weggebruiker correct optreedt en handelt zoals hij of zij reed tijdens het behalen van het rijbewijs, het rijexamen. Ja, dan zal er weinig of niks meer gebeuren. Heeft de gemeente al bepaalde ideeën, concrete ideeën, op welke punten bijvoorbeeld de veiligheid nog kan worden bevorderd? We hebben vanavond een beeld getoond van Sliedrecht, waarin we hebben laten zien op welke plaatsen wij verbeteringen zouden wensen. Maar dat zijn niet alleen ideeën die bij ons vanuit de verkeersbeleidshoek vandaan komt. Er zitten heel veel ideeën in die ons ook aangedragen zijn vanuit de wijkplatforms en vanuit mensen die spontaan hebben gereageerd. En wat we hier vanavond doen is dus eigenlijk van de huidige situatie uitgerekend gewoon zien en kijken wat de mensen die hier bij elkaar zijn. We zijn hier toch ongeveer met zo'n 60 Sliedrechters die de moeite hebben genomen om vanavond met ons hun visie te delen op het verkeer. Nou, daar moeten een aantal prioriteiten uit kunnen komen waar je van zegt, nou, die moeten we op enige termijn dan maar gaan aanpakken. Waren nogal wat opmerkingen uit de zaal over de 30 kilometer zones en nogal wel wat klachten daarover. Ik krijg daar een beetje de indruk uit dat er slecht wordt gehandhaafd op dat terrein. Wat is uw mening daarover? Ja, handhaven is altijd een punt van wat heel belangrijk gezien wordt. We hebben in deze regio een verkeersbrigade Zuid-Holland-Zuid die voor de verkeershandhaving verantwoordelijk is. Wij als gemeente kunnen die verkeersbrigade wel verzoeken om in bepaalde gebieden op te treden. Maar het is de verkeersbrigade van de politie zelf die zijn eigen verdeling binnen het gebied van Zuid-Holland-Zuid maakt. Is het zo dat bijvoorbeeld toch overwogen wordt om daarnaast het aantal 30 kilometer gebieden uit te breiden? Die overweging is er op dit moment niet. We hebben een hoeveelheid wegen, de hoofdontsluitingswegen, die 50 kilometer per uur zijn. Die zouden we graag zo willen houden. En de woonwijken, de daarachter gelegen wijken, nou, die zijn 30 kilometer per uur. En tot dusver is er geen aanleiding om daar drastisch iets in gaan te wijzigen. Nu is het natuurlijk wel zo dat uitvoering van plannen ook meestal geld kosten. Is daar ook al rekening mee gehouden, bijvoorbeeld in een meerjarenbegroting? Nee, dat is duidelijk. We hebben een plan. Dit plan moet zijn een visie, een blauwdruk op het verkeer van de toekomst. Maar we hebben nog niet hierbij het geld beschikbaar om de prioriteiten die eruit komen meteen te gaan uitvoeren. Dus bij herzieningen, bij reconstructies, werk met werk maken noem je dat wel, proberen we zo oplossingen te bereiken. Voor de straatvraag van vandaag staan we in Bleskensgraaf. Gezien het aantal motorvoertuigen dat die dagelijks over de brug komt, is het niet nodig om een tweede brug te bouwen. Althans, dat vindt onderzoeksbureau Goudappel Confeng. Maar wat vinden de inwoners van Bleskensgraaf hier eigenlijk van? Dat gaan we de mensen hier vragen. Nou ja, ik vind het wel heel erg druk hier. Want alle verkeer moet hier langs, dus ja, een beetje uitbreiding zou wel wenselijk zijn, toch wel, denk ik. Nou, dat vind ik niet best. Het is wel beter dat er een tweede brug komt natuurlijk. Het is veel beter voor de doorstroming. Het is hier altijd service druk. Nee. En waarom niet? Zakelijk gezien dan. Ik heb graag verkeer langs de deur.
Stopkracht probeer ik te handhaven. En ja, als de mensen over de andere kant gaan, dan zijn ze nog makkelijker het dorp uit. Ja, die had er al lang. Dat hebben ze in de tijd al laten gaan. Want er was er een man hier die daarin doet. En die wou voor 3 ton alles aanleggen, heel de brug. En nu kost het misschien 1 miljoen. We hebben al zoveel onderzoeken gedaan, allemaal weggegooid geld. Nee? Ik denk dat nodig is. Ja, hard nodig. Dat denk ik wel, ja. En waarom vindt u het nodig? Nou, als hier die kern veranderd wordt, dat is de bedoeling dat hier die kern veranderd wordt, dan wordt het waarschijnlijk een stuk drukker hier. Voor mij hoeft de tweede brug er ook niet te komen, zeker niet op die plek, want dan moeten wij schaatsen. Ik vind het waardeloos, die tweede brug moet er gewoon komen, want je hebt die, ze willen daar een ontsluitingsweg daarachter creëren. En er zijn een paar bewoners zijn er tegen. En als dat zou gebeuren, zou het al het zware verkeer zou daarover kunnen. Dus dat is een bijzondere ontlasting voor deze brug. Nou, ik denk dat voor de bereikbaarheid van Blesgraaf het wel goed zou zijn om een tweede brug te plaatsen. En dan zou het hart hier een beetje ontlast worden. En voor de doorstroom zou het in mijn beleving goed zijn. Je vindt het wel echt druk hier met verkeer? Nou, wat is druk? Ik heb er zelf weinig last van. Ik woon in het buiteneind van Blesgraaf. Maar ik zie ook bij de brandweer en ik denk dat voor de brandweer wel een hele goede optie zou zijn. Denk ik ook niet. En waarom niet? Waarom niet? Nou, kijk maar, je kunt het gewoon in de praktijk bekijken. En als hier weinig geparkeerd wordt in de Kerkstraat, dan heb je geen tweede brug nodig. Ik vind van wel. Ik vind het veel te gevaarlijk. Om zo moet je zien wat hier nu allemaal aan de hand is. En zo'n grote nieuwbouw is wel belangrijk. Dat is makkelijker daar voor doorgaand verkeer om gewoon door te gaan. Dus, ja. Ik heb het gelezen in de krant en ik vind ook eigenlijk dat 1 brug wel genoeg is. En waarom? Waarom? Ik denk natuurlijk ook aan de ijsclub. We hebben daar de ijsbaan. En misschien wordt het ook wel heel druk in de Peppelstraat en daar woon ik. Oh. Ja. Nou, ik vind het wel wenselijk eigenlijk. Het is wel makkelijk. En waarom? Nou, dan krijg je gelijk van de weg af over de graven en zo de bouw in, hè? Eentje vind ik wel voldoende, ja. En waarom? We zien de loop der jaren dat er toch voornamelijk wat meer bruggen over de graafstroom staan. En ja, als ze hem helemaal volgooien, dan kunnen ze net zo goed de graafstroom dempen. Nou, ik vind het wel handig, de tweede brug. Want als we nu naar Oud-Albelos moeten, moeten we soms heel end omrijden. Ik zou het wel handig vinden. Nou, het zou voor ons wel lekker rustiger zijn. Als ik heel eerlijk mag zijn, als de tweede brug is. Zeker rond spitsuur, zeg maar, als mensen lekker naar huis toe komen. Ja, het is erg druk. Maar ja, in zoverre druk alleen rond dat tijdstip. Maar verder, als die er niet komt, is voor mij geen probleem. Nou, omdat we hier een klein centrum hebben. Stel je voor dat we een tweede brug hebben. Dan gaat er helemaal niemand door het centrum. En nou praat ik een beetje omdat ik actief ben in de wereldwinkel. Dus wij willen graag mensen door het centrum hebben. En ja, dat is mijn motivatie. Heel niet nodig. En waarom vindt u het niet nodig? Nou, er is hier plek genoeg. Er is hier niks in de weg. En ja, wat je wel nodig is, daar een parkeerverbod maken. Voor een betere doorstroming. Precies. Kijk, bij die zaak die te koop staat vandaan, zo naar hier. Dat is moeilijk voor vrachtwagens. Ja. En voor de rest, ja, vind ik het goed. Okay. Nou, dat vind ik een heel goed plan. En ook een beetje uit eigen belang, want wij wonen daar vlakbij. Dus dan denk ik dat we anders heel veel sluipverkeer bij ons langs zouden krijgen. Dus ik ben er wel voor. En overigens, ze doen al 80 jaar over deze brug. Dus dat duurt nog wel 80 jaar voordat hij terecht komt, denk ik. Of er een tweede brug gaat komen of niet, daar gaat de burgemeester en de wethouders nog over beslissen. Dit waren in ieder geval de meningen van de inwoners van Blesgraaf. Tot de volgende keer. Dit was Actueel voor deze week. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.